Maar techniek is vervolgens voor hem een bepaalde duiding, een bepaalde interpretatie, zeg maar, van het zijn. Een interpretatie die teruggaat tot Plato en Aristoteles, teruggaat tot de metafysica. Dus er zit een bepaalde interpretatie van de natuur achter. Hij heeft op een gegeven moment in die vraag naar techniek, ja, hoe zien wij in het Westen de natuur als een bestand? Wat is de natuur voor ons in de moderne techniek? Dat is een voorraad energie en een voorraad grondstoffen. Daartoe wordt de natuur, zeg maar, gereduceerd. Ja. En dat is een vorm van zijnsverstaan. Ja. He, dat is het zijn van de natuur wordt op een bepaalde manier begrepen. En dat begint, zeg maar, bij Plato en Aristoteles. En dat ontwikkelt zich langzaam maar zeker via de middeleeuwen en de renaissance en de moderne tijd. Wordt dat technische, je zou kunnen zeggen materialistische natuurverstaan, wordt steeds dominanter. Mm-hmm. Wordt steeds hegemonischer. Ja? Totdat in de moderne tijd dat technische natuurverstaan volstrekt exclusief wordt. We kunnen de natuur niet meer anders zien, zeg maar, dan een reservoir van materie en energie. Ja? En we kunnen de natuur niet meer anders zien als een mechaniek. En vandaar ook al mechanistische en materialistische theorieën over de natuur. En de techniek is voor Heidegger niet zozeer al die technische zijnde, maar dat is dat verstaan, dat zijnsverstaan, dat maakt dat wij op een steeds technischere manier met de natuur omgaan. En allerlei technieken ontwikkelen om die natuur te exploiteren en te ordenen. Dus de reden waarom er op een bepaalde manier machines gemaakt kunnen worden, is in essentie omdat we de natuur op een bepaalde manier zien en niet op een andere manier. En die manier is dus als een reservoir van energie die we kunnen putten. Ja, energie-materie. Ja. Energie-materie. Ja. En om die reden is technologie dus in essentie niet de dingen die we zien, maar die zijn verstaan, die manier van te kijken, van de natuur ervaren. Ja, en dat is zijn, dat is ontologie. Ja. Die concrete technische zijnde zijn eigenlijk een soort gevolgen, zeg maar. Dat is echt, zo ziet Heidegger dat. De machine is een soort gevolg van die technische interpretatie van de natuur.